vooraf. Mijn enige doelgroep is waarschijnlijk gewoon Hella Fouten. Jij kan er wat aan doen. Mijn vraag is eigenlijk aan jou, wil je meehelpen om het verbod op werk op te heffen? En ik zie wat verbazing, ook hier in de zaal. Maar ik zeg u, het is echt waar. In Nederland is werk verboden. Alleen bij uitzondering staan we dat werken toe. En om dat verbod af te dwingen hebben wij allemaal buitengewoon ingewikkelde regels voor uitkeringen. Die krijgt u ook alleen maar als u niet werkt. Voor ziekte. Het wordt een probleem als u weer beter wordt. En ingewikkelde regelingen voor salarissen. Alleen boven de 2000 gulden, daaronder bestaan ze niet. Het enige gevolg is het probleem waar ook mijn voorgangster ook over heeft gesproken. Het enige gevolg is werkloosheid. We hebben het dus zelf gewild. Ik denk, dat is alweer een jaar of 10 geleden, aan een meisje dat graag wilde werken in een bloemenzaak. En in mijn hart heb ik eigenlijk, dat misschien niet zozeer aan Helle, maar toch aan dat meisje, beloofd om het probleem wat zij toen had, wanneer het ook lukt, te helpen oplossen. Want zij wilde graag in die bloemenzaak werken. En die man van de bloemenzaak wilde ook graag dat het meisje bij hem kwam werken. Alleen het mocht niet. Want hij moest een loon betalen dat hij zich niet kon permitteren. En zij hoefde dat loon niet, want ze kon ook wel met minder. En ze zijn nooit bij elkaar gekomen. Niet alleen is dat meisje niet gaan werken waar ze waarschijnlijk ook goede prestaties zou gaan leveren. Maar de man heeft vermoedelijk ook daardoor de markt en dus misschien de ontwikkeling van nieuwe banen gemist. Die uit die relatie, en wat zou er anders ook uit voortgekomen kunnen zijn, wellicht was voortgekomen. Is er een oplossing? Ja, natuurlijk. Hef het verbod op. Geef werk een nieuwe kleur. Niet wit, niet zwart. Paars misschien. Een andere vrouw. Mijn eigen vrouw. Ik kom elke dag thuis na hard werken. Mijn vrouw heeft ook hard gewerkt. Alleen, in Nederland vinden we dat zij dat niet heeft gedaan. En daar kunnen wij niet mee leven. Mag zij zelf bepalen wat werk is? Een paar maatregelen. Heel simpel. Schaf het minimumloon af. Saneer de uitkeringsfabriek. Maak een basisstelsel. In aanvulling op wat de VVD heeft voorgesteld. Met een gedeeltelijk basisinkomen. In het jargon heet dat een zogeheten GBI. Voor iedereen. En maximeer dat tot een niveau dat net niet voldoende is om ervan te bestaan. En voldoende prikkels geeft om op een andere wijze, aanvullend aan het bestaan dat je wilt leiden of leven, te voldoen. Ik hoor gelukkig ook elders in de VVD geluiden die erop wijzen dat we over dat onderwerp weer een discussie aan kunnen gaan. Stimuleer de zelfredzaamheid van mensen. Bemoei je niet met de vraag wat werk is of niet. Werk mee aan een overheid die dat mogelijk maakt. Die zich niet met werk bemoeit, maar wel met onze welvaart. Werk mee met een overheid die ook stimulerend optreedt in de economie. En daar niet banen schept, maar mogelijkheden en kansen voor ons allemaal. Hebben we dat allemaal gedaan, dames en heren? Maar eerst dat verbod opheffen. En Hella, ik kijk je toch zeer indringend aan. Dan denk ik dat we een samenleving hebben waar we het woord werkloosheid niet meer zullen horen. Dank u zeer. Basisinkomen sprak mij aan, maar dat is mijn verhaal, mijn stelling waarover ik zat. Dus ik dat iemand al het begin gemaakt, het spreekt mij zeer aan. Ik moet zeggen, om dat zo luisteren, ja, ik heb geprobeerd om in het kruip van iemand die niet wil overtuigd worden, ik werd wel overtuigd. Dit was goed onderbouwd, gedoseerd. Dat die term verbod op werk, nou, dat is goud waard. Ja. Jouw Erik-Jan Schuriga, ik zijn dus al een jaar bezig met dit concept. En hij is daar in Amsterdam nu met zijn stichting een proefgebied aan het creëren. Om vanuit dit concept te kijken naar wat is het effect op wanneer je bepaalde regelgeving loslaat. Niet op de werkgelegenheid, dan hoef je naar te kijken. Maar naar op de zelfredzaamheid van mensen in hun bestaan. Dat is het enige waar je naar wil kijken. Basisstelsel heeft te maken met de uitkeringen. Basisinkomen heeft te maken met het helemaal niet of iemand de uitkering krijgt of niet. Maar iedere
Nederlander van een bepaalde leeftijd krijgt een bepaald inkomen. Ja. Los, helemaal los van of die geschikt, ongeschikt, ziek, misselijk of niet. Ja. Dat is best verschil. Dus de ene heeft met uitkering te maken in de oude, de AO's. En de ander heeft met ieder gezonde Nederlander te maken. Nou, je kunt het ook anders zeggen, het mini-stelsel van het VVD zegt maar heeft te maken met het verzekeren tegen risico's waar je je tegen verzekerd wil achter. Ten dele heeft het te maken met inkomensdekking. Voor een belangrijk deel worden ze gekoppeld aan het risico van die werk. Het concept van een basisinkomen heeft staat ontkoppeld inkomensvorming van werk, voor dat deel waarvoor je het inkomen krijgt. En voor het overige, voor zover je in de onmogelijkheid verkeert, door ziekte of anderszins, om meer inkomen te verwerven ten einde je volledige bestaan te kunnen voorzien, zul je altijd nog vormen van aanvullende bijstand moeten hebben, maar die zullen veel eenvoudiger kunnen zijn. En mensen zullen kiezen voor aanvullingen tegen het risico. Maar, dus het is ook moeilijk. Dat voorstel van de deregulering, wat verbod of werk. Theo, ik had nog iets anders. Je mag het heel rustig. En het sprak ook precies wat jij zei in onze doelgroep aan. Wat ik alleen afvroeg bij het basisinkomen, noemde jij gelijk er ook bij dat het basisinkomen onder een sociaal minimum zou moeten liggen. Als je juist zo'n doelgroep ergens van probeert te overtuigen en toch al een aantal dingen dus neer gaat zetten, afschaffing minimumloon of niet gevoelig, dan zou ik dat er niet bij noemen. Want dat zou misschien de discussie helemaal kunnen gaan verleggen naar hoe zit het dan met gehandicapten en hoe zit het dan, en dan zou men het misschien als asociaal kunnen bestempelen. Terwijl als je dat niet doet, had ik de indruk dat het dan... Ja, maar als je het niet doet, dan krijg je dus het basis... Maar je zegt dat dan met een tweede instantie. Ja, benadrukt dat niet in je eigen presentatie. Ja, maar dan zit je op een verkeerde lijn. Volgens mij is het een essentieel onderdeel van wat je wil, want anders werkt het systeem niet. Ik doe dan even niet goed, ja. Zeker. Nee, maar je zou dat gat wel moeten opvullen in je verhaal, denk ik. Want mijn idee was van, ja, onder het bestaansminimum, de Amerikaanse toestellen, dat is niet. Zeker waar. Dat hebben we ook gemerkt toen we dit verhaal hadden. Dat was het voorvoer bij de Volkskrant. En toen werd er gereageerd vanuit een PvdA-achtergrond. En omdat we dat element inderdaad niet hadden aangevuld, hoe voorzie je dan in mensen die het echt niet kunnen? Werd het onnodig in de asociale gedrukt of in de markt, hè, de marktversie van het basisinkomen, wat voor een werk is. Het is inderdaad in het denken, in het jargon, dat je marktversie van het basisinkomen. Akkoord, ik stel voor om het laatste woord te geven aan onze specialist Ella. Aan jou ook als specialist uitroepen, ja. Theo, een paar sterke punten van jouw inbreng. Een hoog VVD-gehalte in het verhaal. Verbod op werk, inderdaad, is ook door Dominique gezegd, is een hele prikkelt meteen je gehoor. Sterker in is het mooie, het concrete voorbeeld. Concrete voorbeelden doet het in het gehoor altijd goed, dat blijft hangen. En het raffinement hierin ligt inderdaad dat je in die serie dan dat basisinkomen noemt. Want in de VVD is dat met name inderdaad de discussie. Naar aanleiding ook, ik heb jouw artikel in de Volkskrant toen ook gelezen. Maar verder sterk, ook binnen de tijd. En ik denk sterke presentatie. Ja.